In de vorige aflevering zeilden we naar het eiland Kignou en verkenden per fiets dit prachtige eiland waar vrouwen van oudsher de dienst uitmaken. Dan zeilden we verder naar Kouivas toe, maar voordat we daar aanleggen proberen we de kompas van de stuurautomaat te kalibreren. Daarna zeilen we onder Genhaken naar Dirhami. De afgelopen maanden zeilden we onze Eva over de Noordzee naar Denemarken en via de Oostzee naar de Baltische Staten. Deze aflevering beginnen we in Dirhami, Estland. In de haven van Dirhami beginnen ze vroeg in de morgen met baggerwerkzaamheden en de vliegenplaag waar we in liggen jaagt ons snel de zee op, richting Tallinn. Er is nauwelijks wind, dus we motorzeilen een groot deel van de route. Vanaf zee, ook gewoon een stad met heel veel industrie. Maar in de stad ziet het er wel anders uit, denk ik. Dat gaan we jullie laten zien. We gaan aan de andere kant naar een haven. Die ligt daar in de verte. Ja, we zijn opnieuw van de stuurautomaten de kompaskalibratie aan het uitvoeren. Daarvoor moeten we een paar rondjes varen op langzame snelheid. Dus twee minuten moeten we over een rondje doen op rustig water. Want we denken dat of de stuurautomaat of het kompas niet helemaal lekker is. Want het kompas dat wijkt zo'n 20, misschien soms wel 25 graden af van de werkelijke koers die we varen. Dus ik heb gisteravond al even het kompas gemeten. Je kan gewoon met een weerstandsmetertje kan je kijken of dat allemaal technisch klopt. Nou, elektronisch lijkt het goed. Dus we gaan gewoon even opnieuw de kalibratie doen en kijken of dat helpt. En anders moeten we misschien op zoek naar een nieuw kompas of een nieuwe stuurcomputer. En geen van beide vind ik leuk. Dus laten we even kijken waar dit nu eindigt. Punt. Velia is nu een rondje aan het sturen en zo ziet het er dan op het scherm uit. Dus de groene lijn, deze, dat is de course over ground, die komt uit de GPS, zeg maar. En de rode lijn, deze, die komt uit het kompas. Nou, die moet eigenlijk vloeiend ronddraaien. En dat lijkt hij wel te doen. En dat de course over ground van de GPS achter de kompaskoers aankomt, is niet zo heel gek, vind ik. Dat is denk ik wel redelijk normaal, op het scherm blijven. We hadden gisteren al even ontdekt dat het lijkt erop dat de stuurautomaat een fout geeft op het moment dat we zo'n 325 graden varen. Dus 26, 27 kan iets in die richting. En dat is zelfs reproduceerbaar. We hebben het net al gedaan. Hij staat nu op 3,25. Dus ik ben nu naar 3,25 gestuurd. Dan doen we plus 1. Ja, misschien dat dat ook nog goed gaat. Heading. Even kijken wat de heading is. 3,26. Is dat klopt? Eentje erbij. 3,27. Gaat ook nog goed. Lijkt het. Nee, fijn. Toch niet. Zeg je nu 3,25? No data. Ja. Dan gaan we dan verder. Standby. Gaan we dan verder naar de 3,35 of zo. Ja. Dan doet hij het weer wel. Ja, dan piept hij niet, hè? Dan kan nee, hij niet. Nee, bij zijn piept hij niet. We varen nog wat rondjes en testen nog wat, maar het is duidelijk dat op een aantal koersen de stuurautomaat problemen geeft. Tijd voor hulp. Dit is de haven. Oh nee, dit is mevrouw. Ja,
wacht even. Daar ligt Tallinn. En dit is de Kakumeehaven. Kakumee. Nou, dat is echt leuk. Hartstikke chique haven. En veel? Ja, met sauna. Ik ga morgen naar de sauna. Ja, haven met sauna. En by the way, het is de prijs inclusief. De prijs is gelijk aan al die andere. Zelfde prijs. We hebben politie langs zij. Maar ik denk niet dat ze bijten. Nou, we zitten in de taxi. Naar het oude stadscentrum van Tallinn. We hebben vanuit de haven een app gedownload. Ja. En vanuit de haven een taxi laten komen om naar het stadscentrum te gaan. Dus, we gaan kijken of hij ons er netjes brengt. Ik denk het wel. Ja, dat denk ik. Nou, daar gaat de taxi weer. Voor 7 euro'tjes en een dubbeltje in het centrum van Tallinn. Ja, en ik denk dat we wel 10 minuten in de taxi hebben gezeten. Of 10 minuten of kwartier in de taxi hebben gezeten, hè? Ja. Ja. Geen geld, hè? Hartstikke handig. Nou ja, ik weet het niet of het geen geld is. Het is natuurlijk wel geld. Voor de Russisch-Orthodoxe kathedraal staan meestal een paar oude vrouwen te bedelen. We hebben horen vertellen dat de oudedagsvoorziening voor Esther goed is geregeld. Deze vrouwen wonen en werken hier al hun hele leven, maar ze zijn Russisch, dus vallen ze buiten deze sociale voorziening. Een treurig beeld in deze moderne stad. Dit is uitzicht over het nieuwe Tallinn. Tallinn Nouveau. Of ze noemen het ook wel het echte Tallinn. Want dat het oude Tallinn een beetje... Nou, oud is, zeg maar. Ja. Oud Tallinn is leuk voor de toeristen. Ja, dat is ook leuk. Vind ik ook leuk. En dit is de Bisschopstuin hier. Yes, de Dutch Embassy in Tallinn. Ja. Yes. Of the Kingdom of the Netherlands. Ah. Ja. De Nederlandse ambassade in Tallinn hebben we gevonden. Ja. Hij is niet open, want het is zondag vandaag. Nee, op de Dag des Heren wordt er ook in Tallinn niet gewerkt. Tallinn Archery School. De Archery Range. Midden in de stad. Maar
Ja, ze schieten hier op afstand van een meter of 8, 6, 7, 8. Dan kan iedereen het wel, denk ik. Wat zien we hier? Dit is de kiek in de kok. Dat klinkt een beetje Neder-Duits of Neder-Saxisch. Dat betekent kijk in de keuken. Want ze kunnen vanuit de raampjes in de keukens kijken van de omliggende huizen. Daarom wordt die toren zo genoemd. Ja. Dus in het middeleeuwen toch wel mooie rekening zo hoor. Dat ze overal afvalbakjes hadden ingebouwd. Als je nou daar gaat staan, dansen, dan film ik je. Dan ga je Singing in the Rain doen. Mooi hoor. Die ook. Gaat je gelet. Probeer een leuk video'tje te maken, hè? Regen, hè, Ben? Ja, we hebben regen in Tallinn. Ja, regen hoor. Gaat zo over. Het is een buitje, er komt alweer blauwe lucht aan. Ja. Het komt goed, denk ik. Ja. En ik dacht, we zouden genieten. Kijk, niet iedereen vindt het vervelend. Een beetje veel, die liep net al lekker met regen. We beklimmen de toren in de stadsmuur en bezoeken de expositie die daar wordt gehouden. Het is wel een heel klein beetje kitsch dit, eigenlijk. Met die lampjes. Zit er een woonkamer ofzo? Dus we moeten wel even dwars door de raampjes heen knallen. Dit is de oude stadsmuur. Ja, we zijn nu op de stadsmuur. Hè? We kunnen nu van de ene toren naar de andere toren lopen. Hoog en droog zijn we ook nog. Ja, dat is gewoon wel leuk.
pleintje. Het zijn niks, maar het regent zo hard. Waar zijn we, schat? Oh, we zijn op de in Tallinn. Town Hall Square. Dus het stadsplein. Ja, het raadhuisplein. Het raadhuis is daar, achter mij. Ja, maar jij bent veel leuker in beeld. En nou hebben we een Estisch restaurantje gevonden, dus gaan we lekker eten. En daar komt ons garlic bread aan. Moet je maar opletten, achter je. Thank you. Kijk. Dat is echt super lekker. Dat is dodelijk spul. Met knoflooksaus. Ja, want dat is nodig. Kijk, zoveel garlic zit erop. Lekker, hè? Ja. Ik kan niet meer vliegen zo, denk ik. Dit is de KGB-gevangenis. Oude. Nu niet meer. En ik dacht, omdat er nu de zon schijnt, ziet het er toch een stuk vriendelijker uit. Toch? Ja, echt. Kijk nou, dit is echt, de hele omgeving is super. Ja, dat is waar. Super vriendelijk. Dan zou je toch niet zeggen dat hier allemaal mensen werden geëxecuteerd? Ja. Huh? Hoort, hè? Ja, maar je kon twee kanten op. Of je werd geëxecuteerd of je ging naar Siberië. Hartstikke leuk. Ja. In een volgende aflevering blijven we nog even in Tallinn. We krijgen hulp van Raymarine en bezoeken het scheepvaartmuseum en dan varen we met een tussenstop op het eilandje Prangli door naar de Finse hoofdstad Helsinki. Wil je ons blijven volgen? Schrijf je dan in op onze website www.selingeva.com voor de nieuwsbrief, kijk op de diverse social media en abonneer je op ons YouTube kanaal. Wil je weten waar we nu zijn? Kijk dan op onze website en klik op Waar is Eva? Je ziet daar bijna per dag actueel onze route, waar we zijn en wat we doen. Dankjewel!